Meer en meer restaurants zetten naast wijn ook bier op hun kaart als ideale drank bij een gastronomische maaltijd. Biersommelier Ben Vinken ijvert voor deze trend en wil aantonen dat bier niet moet onderdoen voor wijn. Bier verdient veel meer aandacht in de gastronomie, omdat de bieren in België van dermate klasse en complexiteit zijn dat ze moeiteloos naast de wijnen kunnen staan. Bier wordt nog altijd te veel geassocieerd met neuten en achteroverkappen en pintjes drinken. Dat is al hetgeen dat ik probeer niet te doen met bier. We hebben de complexe bieren en we moeten ze aan tafel brengen en combineren met heerlijke gerechten en degusteren als de beste wijnen. En voilà, dat is ons aperitief biertje. Alsjeblieft. Een beetje moutig aroma, hè? Dag, chef. Goedemiddag. Ik zie hier gestoomde kabeljauw met asperges, lamsoortjes en botersaus van Blanc de Saisons. Ja, streekbier hier. Een bocholter bier. Ja. Maar ik heb daar een pittige trippel bij voor meegebracht. En die gaat het goed doen samen met die asperges. Tot nog toe hebben we bier verwaarloosd als begeleiding bij de gerecht. Bier wordt hier geassocieerd met cafés, met veel drinken en niet met degusteren. En dan gaan we vandaag eens verandering inbrengen en dan gaan we kijken. Dat is hem toch, hè, dat ze er open voor staan. Hè. Als ik bier proef, is met al mijn zintuigen. Ik kijk eerst naar het bier en dan, tweede stap, de neus gebruiken. Er komen bijna exotische toetsen vrij, hè, van een zwoele toets, zwoel fruit, zo, van het heel rijp fruit. Iedereen denkt nog altijd dat wijn heilig is. En pas op, ik heb niks tegen wijn. Ik hou van wijn. Maar wijn krijgt veel te veel aandacht ten opzichte van bier. Bier zou wat meer aandacht moeten krijgen en meer kansen moeten krijgen. Wijn moet zich nooit bewijzen. Bier moet zich altijd bewijzen. In een toog heb ik vroeger wel heel veel bier gedronken, maar in een restaurant niet. En ik ben wel heel verrast door de ervaring van deze avond. Hoe meer ik ermee bezig ben, hoe meer gepassioneerd ik word. Ik ontdek nog elke week zeker een nieuw bier. Er zijn nog brouwerijen waar ik nog niet geweest, nog een voet heb binnengezet. Dus ik ben nog lang niet klaar met mijn werk en ik probeer ook elke restaurateur of uitbater van een taverne te overtuigen van meer met bier te doen. School.